We zijn in Zeeland voor het stadje wat achter onze rug ligt, dat is namelijk Zierikzee. De echte gloria is 1350, 1450, dus dat is heel lang geleden. Pas in de 19e eeuw gaat het slechter met Zierikzee. Omdat hier een soort totale stilstand ontstond, is het als het ware behouden in een historische staat. Zegen van de armoede. De zegen van de armoede, hoe je het ook noemt. Het is dus een soort museumstadje. Een gezellig stadje. En ik stel voor dat wij gaan kijken naar dat stadje. Ja. Door dat leuke poortje achter onze rug. Ah. En we worden welkom geheten door het carillon. Welkom van Rossum. Hier zijn de Van Rossums, vandaag in Zierikzee, op het Zeeuwse eiland Schouwen-Duiveland, waar Neptunus nog altijd als een wachter over de stad uitkijkt. De vergulde Romeinse god van de zee is het symbool van de bron waar Zierikzee eeuwenlang welvaart aan heeft ontleend. Gedurende lange tijd put Zierikzee veel voordeel uit de ligging aan het water. De historische stad staat boordevol overblijfselen uit de tijd dat het een van de belangrijkste handelscentra van de Lage Landen is. Zierikzee vergaart onder andere rijkdom door de laken- en textielnijverheid. Een middeleeuwse put midden in het centrum vertelt het verhaal over het ooit zo levendige textielbedrijf. Goed, heren. En je kan je afvragen wat dat voor toch een merkwaardig vijvertje is. Midden in zo'n stadje. Het is eigenlijk een onderdeel van de lindenfabrikage. Ach, ik bedoel laken en niet linnen, laken. Heeft toch een andere grondstof? Dat is toch, laken? Ja, wacht nou even. Oh, sorry. Ik ga ook iets doen. Laken, dat wordt gemaakt van wol. En dat is een oersolide, intens solide, waterdicht, warm stof. De gesponnen wollen draden, die worden geverfd. En daarna wordt het weer gespoeld, want we zijn nog lang niet klaar. Ze moesten ongeveer helemaal naakt in een bloedhete bad staan. En die was gevuld met urine, volsaarde en zeep. En die stampten dus met hun voeten, stampten ze dus die stof aan. Nou, vervolgens werd het gespoeld hier in deze put. De Zierikzeese textiel geniet een wereldwijde reputatie vanwege de kleurvastheid. Dat is te danken aan de meekrab, een plantje waarmee de omgeving van Zierikzee vol staat. Die Zierikzeese meekrab was de top van de pop. Dit zijn de wortels van de meekrab. Kijk, die worden gedroogd, zoals je dit hier ziet. En die worden vermalen tot een soort pigment, zou je kunnen zeggen. Je hebt dus die meekrab waar dus dat laken mee werd geverfd. Maar de meekrab werd op een heleboel andere... Bijvoorbeeld het is bekend dat de schilders ook meekrab gebruikten. Want het is een hele rode, diepe rode kleur. Ja, die ook heel slijtvast was. Dan kan er nog een heel negatief puntje achter zetten. Nou. Want die hele industrie is verdwenen. Ja. Op het moment dat twee Duitse chemici uit hadden gevonden wat de werkzame stof is van die iedereen in die meekrab zit. Dat is gesynthetiseerd, zoals dat heet. En vervolgens kun je dus fabrieksmatig die rode kleurstof maken. Vaak is dus die chemische verf van inferieure kwaliteit. Ja, dat zeggen ze dan. Ja, dat geloof ik wel. Maar die Van Gogh's, die verschieten waar je bij staat. Ja, die zwarte kleur. Hij kocht heel goedkope verf. Ja. Die toren met die afschuwelijke handen op de achtergrond. Dat kun je niet menen. Dat is corrumperend. Ja, het is toch verschrikkelijk, joh. Het is toch te gek. Het is natuurlijk van een knutselacademie. Macramé. Ja, met de woorden uit de mond. Het gezichtsbepalende gebouw van Zierikzee is 62 meter hoog.
Als het de stad nog voor de wind gaat, zijn er bouwplannen voor een kerk met een levensgrote toren. Luister. Ja. Die kerktoren die zijn ze begonnen te bouwen in 1454. En die toren die moest 130 meter hoog worden. Dan was die namelijk hoger dan de Domtoren in Utrecht. Dat is die niet. Hier zien jullie dus wat het oorspronkelijke idee was. Hè? Die kerk, waarvan wij nu alleen het onderste stuk zien staan, die had 130 meter hoog moeten worden. Terwijl ze die toren aan het bouwen waren, in 1466 was er een grote stadsbrand. Maar ze hadden ook pest en op een gegeven moment kwam er ook nog weer eens oorlog bij. Dus wat gebeurt er? Die kerk die hebben ze nog afgebouwd. Die is in 1510 klaar. En toen was die toren gevorderd tot waar die nu is. Yeah. En toen hebben ze in 1510 besloten om hem op te houden. Verstandig. Je begrijpt wel, omdat hij geen 130 meter hoog is geworden, kloppen de verhoudingen niet. Nee, nee, nee. Kijk, als er nog eens een keer 100 meter op had gezeten, ja, was hij slank geweest. Nou ja, het zijn natuurlijk symbolen van mislukking. Ja, ik vind het wel aardig. Die toren markeert in feite het eind van de bloei. Het eind van Zierikzee als een vitaal economisch centrum. Ja. Ik vind het een imposant geheel. Zeker als je realiseert hoe hoog die moest worden. En die idiote kerk is klaar in 1510. Dus hij stond helemaal vol met altaren en beelden. Zo rooms als het maar rooms kan zijn. Tot 1832, want dan brandt deze kerk af. Als je die plaatjes ziet, denk je, nou, het had hersteld kunnen worden. Maar jullie begrijpen wel, 1832, we zijn in de 19e eeuw aangeland. Ze waren dolblij dat ze van dat middeleeuwse cavalier af waren. En toen hebben ze dus dit ding gebouwd. Ja, een neoclassicistische zaalkerk, zoals dat heet. Ik zal daar niet over uitweiden, nee, want doe maar niet. Het was een leidersweg te bouwen en het werd veel duurder dan de bedoeling was. Dus ze hadden uiteindelijk voor minder geld die oude kerk kunnen herbouwen dan wat ze aan dit ding hebben uitgegeven. De ligging aan zee heeft Zierikzee de nodige welvaart gebracht. In de 19e eeuw slaat dit om in een nadeel. Het water is een belangrijke oorzaak van isolement en van dreiging. Al snel wordt hierbij gedacht aan de watersnoodramp van 1953. Maar talloze keren eerder heeft het gebied te kampen gehad met overstromingen. Ja, dit even voor de kijkers. En je hoeft natuurlijk niet zo heel lang te denken om te begrijpen dat hier iets in kan schuiven, dat klopt. En dat zijn zogenaamde vloedplanken. Bij regelmatig was het water zo hoog dat ze hier planken in moesten schuiven. En dat moest dichtgesmeerd worden met speciale klei. Zijn ze er altijd geweest? Nee, helemaal niet. Zij dateren van een overstroming van 1808. Dan loopt Zierikzee weer vol met water. En dan zeggen ze, nu moet het maar eens afgelopen zijn. En dan beginnen ze met dat vloedplankensysteem. En dat is vanaf het begin is dat relatief goed geregeld. Dat we zeggen, er waren voorschriften voor hoe dik die planken moesten zijn. Elke straat waar het water in kon stromen kreeg een voorman. En bij hoog water moest hij zijn helpers waarschuwen. De echte helpers en dragers kregen 25 cent per uur, begreep ik. En de mensen die iets deftiger waren, kregen 35 cent per uur. De vraag die natuurlijk onmiddellijk rijst, wat hebben de vloedplanken gedaan bij de grote overstromingsramp van 1853? Zij zijn als lucifershoutjes versplinterd. Het water daverde zo gigantisch naar binnen dat er is niets van die vloedplanken overgebleven. Dat hele systeem heeft in feite nog gefunctioneerd, zelfs bij een kleinere overstroming of hoogwater in 1955. Maar toen al was de oplossing in zicht. Want in het oude havenkanaal is een keersluis gebouwd. Wat is een keersluis? Dat is eigenlijk vrij simpel. Dat is een sluissysteem wat bij hoogwater gesloten wordt. De keersluis was in 1858 klaar en is in 1959 officieel ingehuldigd. En sinds die tijd wordt dus het vloedplankensysteem niet meer gebruikt. Maar het is dus eigenlijk, als het werkt, vrij efficiënt. Hoewel het vaak net precies niet genoeg was. We staan te kijken naar het stadhuisje van Zierikzee.
huisje. Ja, nou ja, het is natuurlijk ook niet reusachtig. De toptijd van Zierikzee was 1350, 1450. Maar in 1550, wanneer dus zogenaamd die toptijd al lang voorbij is, maar blijkbaar hebben ze toch nog altijd geld genoeg, hebben ze een stadhuis gebouwd. En dat is waar wij naar kijken. Niet helemaal, maar het rechterdeel, die vijf raam, assen, 1, 2, 3, 4, 5. Die gevel die is dus beëindigd met twee ontzettend leuke renaissance topgeveltjes. Helemaal zoals het hoort, zal ik maar zeggen. En nog weer later is er ook aan deze kant is een heel stuk nagebouwd. Of althans, het is gegroeid. Staat ergens vermeld waarom ze aan dit konden betalen of waarom ze deden? Te klein. Ja. Je weet, er is geen geheimzinnige groei in de wereld dan de groei van ambtenarij. Het is een hartstikke leuk torentje. Een torentje. En oorspronkelijk, als je dat op die oude tekening, als het nog helemaal een houten toren is, vind ik hem ook wel wat mooier, want dan is hij wat slanker. Maar het is een ontzettend elegant torentje. Ja, het is een leuk torentje. Bovenop die toren, Neptunus, hè? Daar zie je een windvaan. Ja, hij en beweegt. Dat is Neptunus. En het origineel staat toch binnen, jongens? He? Het origineel staat toch binnen? Ten slotte is het dus niet meer stadhuis. Dat is eigenlijk betrekkelijk kort geleden. Het Stadsmuseum van Zierikzee zit nu in het oude stadhuis. Maar nu even een antwoord op mijn vraag. Ja? Want dat heb ik niet gekregen. De originele Neptunus, staat hij nou wel of niet in het museum? Dat weet ik niet. Het antwoord is ja. De stad is aan zijn tweede Neptunus toe. Nu de eerste volledig is verweerd. Het Stadsmuseum beheert de collectie van de gemeente Schouwen-Duiveland en laat zien hoe de oude havenstad en het eiland zich door de eeuwen heen hebben ontwikkeld. Sis licht één van de 9000 voorwerpen uit. Het gaat om het object dat jullie daar zien. Oh, daar gaat het over. Daar gaat het over. En wat jullie hier zien, dat zijn een zogenaamde schandstenen. Dat was een manier om mensen te straffen en dan met name om ze te vernederen. En dat waren voornamelijk vrouwen. Zo. Ja. Dus als vrouw moest je dus als straf met die stenen om je nek op drukke dagen in de stad, moest je met die stenen een bepaald parcours afleggen. En iedereen scheldt je uit. Je wordt met rotte eieren bekogeld. Je wordt bespuugd. Hoeveel wegen die dingen? Dat is 13 kilo per stuk. Jezus. Plus 2 kilo voor de ketting. Nou, je had ze dus of om je nek of om je middel. Punt is dat je je af gaat vragen, wat hadden deze vrouwen met name gedaan om zo'n straf te moeten ondergaan? Ik zou dus de hele dag met die stenen moeten lopen. Want bijvoorbeeld voor scheldende vrouwen, ja, kregen een dergelijke straf opgelegd. Dus ik zou de hele dag hier door Zierikzee moeten lopen met die dingen op mijn nek. Ja, en in de auto ook moeten zitten ook met die dingen auto, op mijn nek. Ook in de auto met die dingen in mijn nek, dus je kan je nagaan. Maar bijvoorbeeld dus voor ruzie maken, maar bijvoorbeeld ook voor overspel. Dat kan je hier zien, die stenen, die hingen op de buitenkant bijvoorbeeld van de stadhuizen. Ja, kort, dat heeft natuurlijk een symbolische functie. Dat was zodat de mensen dat zagen als eventueel afschrikkend voorbeeld. Ah, dat is een heel discriminerend patroon wat je schetst natuurlijk. Ja, behoorlijk. Want ik neem aan dat het als het dus meestal vrouwen waren, dat mannen dus niet met die stenen werden voorzien. Helemaal niet, helemaal niet. Maar en uitputtend, 26 zeer, kilo. Zeer uitputtend natuurlijk. Maar goed, in ieder geval in deze boeken, daar staan dus gevallen in van vrouwen die dus inderdaad veroordeeld waren om met deze stenen te lopen. Dan kan jij eens even een stukje voorlezen, Maarten. Jo, je weet je wat ik nu allemaal sta te denken? Nou. Ben ik blij dat ik in de tweede helft van de 20e eeuw heb gespecialiseerd. Oh, nee, ja, kijk, hier is het dus nog netjes uitgetypt. Aha, het is maar volgens, ook dat is dus die abacadabra van dat oud-Nederlands. Zal ik dit even voorlezen? Nou, ja, want ik kan het wel. Sis kan het wel, laat ze het maar voorlezen. Oké, okay. 10 mei. Ik kan het wel. 15-9. Dat, luistert goed, jongens. 500 jaar geleden. 10 mei 1509. Dat Arend Simons dochter tot diverse stonden der razen
haar broederen binnen Zijsien en Huze veel lelijke, onlofelijke woorden gegeven heeft. Dus ze heeft haar eigen man uitgescholden. En toen moest ze met die stenen door de stad. Dus dan gaan we verder. Sententie, den heren, 5 gulden. En dat zij zondagen naastkomende aanvaarden zal die stenen die aan haar hals voor de processie of ter plaatse daar die processie gaan zal. Nou, moet ik je zeggen, je hebt het heel fraai voorgelezen, maar in feite begreep ik er niks van. Nee? Nee. Even buiten Zierikzee komt men een gebied tegen dat wel het Wassenaar van Zeeland wordt genoemd. Dit beboste buurtschap steekt prettig af tegen het platte polderlandschap. Lange oprijlanen en statige bomenrijen leiden naar de mooiste landhuizen. Dit lustoord staat bekend onder de naam Schuddebeurs. Het verhaal gaat dat er ooit een herberg was. En die herberg die heette Schuddebeurs. Aha. Want daar werd je beurs leeggeschud. Al heel snel ontdekken natuurlijk die mensen in Zierikzee die goed geld gaan verdienen, dat het hier in de zomer een stuk aangenamer is dan in Zierikzee zelf. Dus het werd gebruikelijk om hier in de zomer te verblijven. Ik zou er zo gaan wonen, jongens. Nou, en ik. Dorp. Als jij het nou koopt, Maarten, dan huur je aan ons een vleugel. Want wij kunnen het toch niet betalen. Van oorsprong was hier een boerderij. Die is op een gegeven moment gekocht door een rijke man uit Zierikzee, de burgemeester. En die heeft vervolgens die boerderij af laten breken en een landhuisje laten bouwen. Dat is in 1750. Maar na de oorlog is het huis toch wel in verval geraakt. De Duitsers hebben geprobeerd om binnenshuis een brandkast op te blazen. Wat ook gelukt is blijkbaar, want er was enorme schade in het huis. Dus het was eigenlijk einde verhaal voor het huis. Deze overal, die brandkast op. Ja, daar zijn ze goed in. En de huidige eigenaar, die gingen hier naartoe in de vakantie om bij oma te logeren. En zodoende had hij dus hele prettige herinneringen aan het huis. Toen heeft die oma van de huidige eigenaar heeft het huis en ook het bijbehorende park verkocht aan Staatsbosbeheer. Het Staatsbosbeheer wil het afbreken. Wat moet je met zo'n ding? En zij bedenkt dat ze dat niet doen zolang ze leeft. En dat zij het mag gebruiken als zomerhuis. Zij wordt nogal oud. Dus wat gebeurt er in de tussentijd? Het huis wordt een monument. En de huidige eigenaar, die dan natuurlijk een volwassen man is geworden in de tussentijd, wil het eigenlijk gewoon wel terug hebben. En uiteindelijk weet hij het ook terug te kopen van Staatsbosbeheer. Het moet een heel mooi moment geweest zijn. Ja, voor hem in ieder geval wel. Tegelijkertijd ook het begin van een waar levenswerk. Want vervolgens moet hij natuurlijk dat huis opknappen. En uiteindelijk, na zijn pensionering in 1993... is hij daar ook weer gaan wonen. Zo. Het is niet openbaar toegankelijk. Okay. Heel het is ook niet de bedoeling dat eventueel kijkers van ons, die het allemaal erg leuk vinden, dat die hier de tuin in gaan lopen. Want dat is gewoon de privétuin van mensen. Maar als je het heel graag zien wil, op Open Monumentendag, dat is altijd in september. Oh, ik weet alleen de datum niet meer. Moeten ze het openstellen? Nee, het is niet verplicht. Nee? Dat is vrijwillig. Ik weet er alles van. Verplicht was. Dus op Open Monumentendag mag je het bekijken. Aha. Oké. In 1944 gaat Schuddebeurs de Loor door kaalslag. De bossen zijn niet bestand tegen het zeewater dat Schouwe Duiveland overspoelt. De Duitsers zetten in de Tweede Wereldoorlog het eiland onder water om de geallieerden op afstand te houden. Evacuatie van duizenden mensen is het gevolg. De bezetter heeft met Zierikzee andere plannen. Ja, ik heb een raar verhaal. Oh, dat is leuk. Hoe gekker, hoe beter. Een raar verhaal dat betreft Zierikzee in de Tweede Wereldoorlog. Dat geïsoleerde, geïnundeerde eiland is misschien een van de allerlaatste plaatsen waar de Duitsers gecapituleerd hebben. Het eiland zou geïnundeerd worden, onder water worden gezet. Maar ze wouden de haven van Zierikzee open houden. De infrastructuur moest blijven werken. Wel nu, er is eigenlijk steeds sprake van een nogal wanordelijke situatie. En dat is het geval ook nog op het moment dat de geallieerden tenslotte arriveren in Antwerpen. Met als gevolg dat iedereen in West-Nederland denkt, nu worden wij bevrijd.
ook op Schouwen-Duiveland dachten ze, nu zullen we bevrijd worden. Maar dat gebeurde dus helemaal niet. Want dat hele geallieerde leger, of een groot deel daarvan, is niet daar gebleven, maar is verhuisd naar het oosten voor operatie Market Garden. Even later staan geallieerde troepen voor een tweede keer aan de randen van Zeeland, als ze de slag om de Schelde hebben gewonnen. Dus ze verheugen zich elke dag op, we worden nu bevrijd. Wat doen de Engelsen? We kunnen het al een beetje raden. Die gaan over tot min of meer permanente artilleriebeschietingen. Een groot deel van de schade die hier is ontstaan, is door de Engelsen ontstaan. Nou ja, de vraag is natuurlijk, waarom hebben die Engelsen eindeloos maandenlang dat eiland beschoten? Zonde van die artillerie. Ja, zeiden de Engelsen. Dat is om de druk er een beetje op te houden. Dan zijn ze gedwongen om daar troepen te houden en die kunnen dan niet elders worden ingezet. En dan tenslotte komt bevrijdingsdag. Dus de Duitsers hadden onvoorwaardelijk gecapituleerd. Maar de Duitsers hier op Schouwen-Duiveland zeiden, ja, wij hebben niet gecapituleerd. Wij zien het eigenlijk als een tijdelijke gevechtspauze. En wij zijn ook niet bereid om onze wapens af te geven. En tenslotte besluiten die Engelsen op Noord-Beveland, nou moet het afgelopen zijn, dus die een hele reeks commando's gaan in een boot naar de overkant. En landen daar op de dijk. Wie komt er aan? De Duitse inselcommandant. In een Mercedes gezeten die getrokken wordt door een paard. Oh, dat is wel leuk. Dat vind ik wel leuk en amusant. Dat is wel fijn. Ja. En dus die Engelsen zeggen, ja, het wordt tijd voor de bevrijding hier. En dan zegt die man in die Mercedes, die door een paard wordt getrokken, zegt van, nou, dan zullen jullie moeten vechten voor het eiland. En vervolgens stapt hij in zijn Mercedes en verdwijnt weer met een paard ervoor. En hebben hem nooit meer teruggezien. Oh, dat scheelt enorm. Het is allemaal 6 mei. Toen pas eigenlijk is Zierikzee bevrijd. Oh. Terug naar het voormalige stadhuis, waarin het Stadsmuseum is gevestigd. Een haardstuk in de voormalige raadzaal trekt de aandacht van Sis. Wat je ziet is een zogenaamde grisaille. Het lijkt relief, maar het is in een plat vlak geschilderd. Dus op zich is het eigenlijk een hele, toch best knappe techniek. En het is gemaakt door meneer Gerard. En die was eigenlijk gespecialiseerd in grisailles. En hij kwam uit Antwerpen. En de goede man leefde in de 18e eeuw, om even een idee te hebben. En we zien daar een staande vrouw. En dat is Minerva. En Minerva die personificeert hier de regering. Het gezag. Ja, precies. Ze heeft op haar hoofd heeft ze een helm. En in haar linkerhand een zwaard. Dat verwijst allemaal naar oorlog. Maar, en nu komt die, in haar rechterhand zien jullie dat ze een olijftak heeft. En je ziet dat hier ook een keuze is gemaakt. Namelijk omdat ze in haar rechterhand die olijftak heeft, is natuurlijk toch de vrede uiteindelijk belangrijker dan de oorlog. Want dat dikke jongetje, die heeft dus een zwaard in de hand. Ja, daar gaan we nu en tegelijk, oh, dat ga je nog doen? Ja, okay. Natuurlijk. Ik dacht dat je die dikke jongetjes ging vergeten. Nee, natuurlijk ga ik die jongetjes niet vergeten. Ik was ongeduldig, zoals gewoon. Ja, dat wordt chaotisch, dus dat moeten we helemaal niet hebben. Nou, Minerva die wordt omgeven door die jongetjes, dat noem je Poetie. Dat zijn kleine babyjongetjes, zou je kunnen zeggen. En die symboliseren in deze voorstelling de kardinale deugden. Gerechtigheid. Gerechtigheid heb je natuurlijk nodig om te kunnen regeren. Je moet natuurlijk als regering ook krachtig zijn en in durven grijpen enzovoort dingen durven te doen. Bij, zeg maar, achter die olijftak, daar zie je een puto en die heeft een paardentoom in zijn hand. Je houdt een paard in. Ja, dat is de matigheid. En dan heb je rechts die puto met die slang in zijn hand. Dat is namelijk de voorzichtigheid. Maar we zijn nog natuurlijk helemaal niet klaar. Want kijk, ik ga nu naar linksonder voor alle helderheid en duidelijkheid. Je ziet dat daar een puto is die valt. Zie je hem? Zeker. Nou, die staten die symboliseert de tweedracht. Als je regeert moet je natuurlijk geen tweedracht hebben. Hè? Je moet geen ruzie hebben, je moet geen ellende hebben. En dat is de vallende tweedracht. Dus eigenlijk is het de tweedracht die verslagen is, wordt. Als je nu zo'n schilderij zou afleveren met die blote jongetjes, ja,
Dan komt 's avonds nog de politie aan de deur om je op te pikken. Hè? Ja, dat mag niet. Dat mag niet. Dat is wel aardig dat dat ding nog ook keurig in situ, zoals het heet, bij kunsthistorici. Dat ziet er keurig uit, toch? Ja, dat zal ongetwijfeld een keer gerestaureerd zijn. Ja. Ja, het gekke is dat mijn liefde uitgaat voor het gevallen jongetje. Maar het is de enige sympathieke, want die andere vijf, dat zijn enorme ijdel, van zeg ik zes. Slijmers, hè? Ja, dat zijn ijdeltuitjes. Ja, dat is allemaal persoonlijke interpretatie, maar het die nergens op slaat. Zeeland zal altijd in verband worden gebracht met de watersnoodramp van 1953. Het Watersnoodmuseum geeft een beeld van de ramp, verdeeld over vier caissons die in het landschap van Ouwerkerk zijn gedrapeerd. Een dorpje in de gemeente Zierikzee dat in 1953 zwaar is getroffen. Sis heeft zich al afgevraagd wat dit is waar wij zijn. En toen hebben wij gezegd dat is een caisson. Zijn we niks? Wij zitten in een caisson. Zo. Dat zijn enorme cementen bakken. Die caissons zijn op vrij grote schaal gebruikt om al die dijkdoorbraken te dichten. Dan laten ze hem dus zinken. Ja, oké. En dan gooien ze de zand in. Ja. Nu kunnen we ook beginnen met de ramp zelf. Die voltrekt zich op 31 januari en 1 februari van het jaar 1953. En op terzelfde tijd was er sprake van een noordwesterstorm. Het springvloed, toch? En tegelijkertijd was het niet alleen vloed, maar ook springvloed. En in die nacht, ongeveer om 3 uur, breken de eerste dijken. En je moet je voorstellen dat dat water met een enorme kracht naar binnen kwam. Denk aan die vloedplanken, die zijn versplinterd alsof het luciferhoutjes waren. En de tragiek eigenlijk van de storm is een beetje dat er al in de eerste nacht enkele honderden mensen verdronken moeten zijn, verrast. Ja. Vervolgens die mensen die niet meteen verdronken zijn, die gingen op het dak zitten. En toen dit was een zaterdag. En op de zondag hield die storm in feite aan. En veel van die huizen die nog overeind stonden, waar die mensen op het dak zaten, zijn vervolgens ook ingestort. Dus de helft van het aantal dodelijke slachtoffers is pas de tweede dag gevallen. Dan zul je natuurlijk denken, ja, wacht nou even, maar hebben ze dan niet toen het water binnenkwam meteen de telefoon opgenomen en gebeld, zei ja, de tent staat onder water enzovoort, kom helpen. Nee, want dat is heel interessant. Afgezien van het feit dat heel veel mensen helemaal geen telefoon hadden natuurlijk, werden de telefooncentrales om 12 uur 's nachts stilgezet. Ja. En die gingen pas, geloof ik, om 6 uur 's ochtends weer aan het werk, want telefooncentrales waren mensenwerk. Als dan de hulp van buiten op gang komt, dan is die ook betrekkelijk omvangrijk. Stond natuurlijk het hele land op zijn kop en dan kregen we grote acties. Beurzen open. Red. Beurzen open, dijken dicht. Ja, dat was een bekende campagne. Nee, maar ik herinner me ma nog heel goed. Ik zie het nog zo, ze stond in die slaapkamer bij die wastafel. En ze zei, ja, er is iets heel ergs gebeurd. En toen stormde het ook bij ons heel erg. Ja, het stormde verschrikkelijk. Ik was heel erg bang, omdat het zo ontzettend stormde. Waarom was het zo gruwelijk? Waarom in deze omvang? Waarom ruim 1800 doden? Ja. Het probleem was natuurlijk dat die dijken in Zeeland, dat daar eigenlijk in decennia niets aan gedaan was. Na de jaren 20 kwam de crisistijd. Vervolgens kwam de Tweede Wereldoorlog. Vergeet niet dat in de Tweede Wereldoorlog en Schouwen-Duiveland en Walcheren ook al geïnundeerd zijn geweest. Oh ja. En toen kwam de wederopbouw na 1945. En men vond dat de wederopbouw prioriteit moest hebben. Nog ironischer is dat in 1952 eindelijk opdracht was gegeven om een plan te maken. Om in feite die hele dijkproblematiek aan te pakken. En het rapport van die plancommissie, dat verschijnt in januari 1953. Dus enkele weken voordat op een gruwelijke wijze werd gedemonstreerd hoezeer de zaken achterliepen. Na de ramp gaan de handen uit de mouwen. De wereldberoemde deltawerken zijn het antwoord op de overstromingen van 1953. Maar bij uitvoering van het deltaplan moest in de eerste plaats een fundamentele beslissing worden genomen.
ging je alle dijken zoals die in Zeeland bestonden, ging je die versterken en op noodzakelijke hoogte brengen. Als je dit zou doen, zou je ongeveer 700 kilometer dijk zou je op deltahoogte moeten brengen. Of zou je een veel radicaler besluit kunnen nemen tot kustverkorting. Dus 700 kilometer kust werden gereduceerd tot 80 kilometer nieuwe kustbeschermingen. Dat zijn al die dammen waarmee de diverse Zeeuwse zeegaten zijn afgesloten. Zeeland was gearm en geïsoleerd. En dat is eigenlijk wat door het Deltaplan natuurlijk totaal veranderd is. Zeeland is helemaal toegankelijk gemaakt door dat hele systeem van dijken en wegen. En dat betekent natuurlijk een enorme impuls voor de werkgelegenheid in Zeeland, waar uiteindelijk tientallen miljarden in zijn gepompt. En zo is het misschien aardig om af te sluiten, zonder oneerbiedig te zijn over de slachtoffers van de ramp, met een aardige spreuk die ik las, namelijk: lieve Heer, geef ons heden ons dagelijks brood en elke 5 jaar een watersnood. Ja, maar dat begrijp ik niet. Wat is nou het voordeel van die watersnood? Want dat zou je uitleggen, maar dat heb je nooit gedaan. Dat heb ik nu net gedaan. Echt waar? Ja. Heb je... Nee, maar ik begrijp... Was je weggesukkeld of nee, zo? Nee, helemaal. Ik heb heel goed geluisterd. Zeeland was geïsoleerd. Ja, maar... Oh, in verband met het opheffen van het isolement. Aha. Zierikzee heeft in de late middeleeuwen welvaart gekend door over water handel te drijven. Kent een periode in de 18e en 19e eeuw van isolement en tegenslag. Nu staat de stad weer volop in de belangstelling als een toeristisch oord. We kunnen beginnen, ja, jongens. Ja, ja. Helemaal goed. Kan ik een afspraak maken? Helemaal goed. Helemaal goed. Toppie. Toppie. Ja, kunnen we beginnen? Oh, ja. Toppie. Dat vind ik ook zo erg. Waar kijken we naar? Naar de Oosterschelde en de Zeelandbrug. Zo. En die Zeelandbrug, daar moet ik mee beginnen, want anders vergeet ik het. Die is geen onderdeel van de Deltawerken, maar die Zeelandbrug is door de provincie Zeeland gebouwd. Dat we dat vast weten. En het was zo, op eerste Pinksterdag 1963 stonden er aan de Brabantse kant 5 kilometer auto's te wachten om overgezet te worden met dat veer naar Schouwen-Duiveland. Nou, toen hebben ze besloten dat dat toch maar eens anders moest. Toen hebben ze een brug ontworpen, typisch Nederlands, zo elementair mogelijk. Er zit echt geen vierkante centimeter fratsen, onzin, nee. Versiering, nee, daarmee... aanstellerij. Nee. En hij is 5 kilometer lang, wat wel een flink stuk is, toch? En het is een tijd lang de langste brug van Europa geweest. Hij staat op 54 pijlers. En die stukken daartussen, de zogenaamde brugsegmenten, zijn 95 meter lang. Zo. Oh, ze hebben alles ter plekke gemaakt. Het is wat je dus noemt systeembouw. Aan de overkant in Noord-Beveland hebben ze een betonfabriek gebouwd, die overigens ook nog gebruikt is voor de deltawerken. En in die betonfabriek werden de segmenten voor deze brug gemaakt. In 1963 zijn ze dus begonnen met plannen. Ze hebben er flink de vaart in gehad. Want hij is in 1965 geopend. Zo, dat ongetwijfeld, zou tegenwoordig 30 jaar kosten. Ongetwijfeld door de koningin. Ja, in die tijd konden we nog wel iets vlot voor elkaar krijgen. Toen zat Mark Rutte nog op school. Nou, dus ja, tegenwoordig is het isolement is weg. Nou, ik wil er nog wel iets over zeggen. Nou, niet te lang, want we hebben het al 10. Ik sta hier heel tevreden. Ik niet. Ik heb hier een hele nuttige functie, doordat ik met mijn corpulentie sinds beschermd tegen een longontsteking. Ja. Ik vind dit een geweldig uitzicht. Ik moet zeggen, Nederland waterland. Je hebt natuurlijk af en toe die overstromingen, daar hebben we het alles maar over gehad. Maar in allerlei opzichten bepaalt dat water toch het unieke karakter van het Nederlandse landschap en het Nederlandse licht. Het tweedaags bezoek aan Zierikzee zit erop voor de Van Rossums. Tijd om terug te kijken. Ja, wie begint er, jongens, van ons? Nou, laat mij maar beginnen. Ik vind Zierikzee wel een heel grappig stadje. Ik vond het stadhuisje eigenlijk leuker dan ik verwacht had. Natuurlijk de Zeelandbrug. Dat was dan wel weer, ik moet zeggen, een zeer fraai stukje Nederlandse waterbouw. Ja,
Ik heb het gevoel dat ik een fractie gezien heb van wat er eventueel te zien zou zijn. En ik denk dat je toch meerdere dagen nodig hebt om dat Zierikzee echt heel grondig te bekijken. Oké. Nu jij. Wat mij eigenlijk het meest gefrappeerd heeft bij dit alles, is dat het enorm, enorm geïsoleerd was. Ja. In mijn leven, en deels ook in het jouwe, iets minder in dat van Vincent, heeft hier een revolutionaire ontwikkeling plaatsgehad. Ja. Namelijk tot tussen een praktisch onbekend platteland, om het maar even zo te noemen, enerzijds. En nu is alles al, niet waar, onderdeel van die enorme toeristische fabriek die Nederland in allerlei opzichten is geworden. Wat ik nog even zeggen wou, want dat heb ik natuurlijk niet als onderwerp behandeld, is dat natuurlijk die oude haven, dat toch een zeldzaam mooi stukje Nederlandse stedenbouw is. Dat is wel een ongekende kwaliteit. Zullen we nog even het Zeelandlied zingen? Ken jij dat? Nee, maar dachten jullie misschien. Dan moet je alsmaar weer, moet je leuk. Door en emergo. Huh? Ja, zoiets. Nou, laat maar zitten, jongens. Want ik hoor het al, Vincent. Jij kan ook niet zingen. Hiermee komt een einde aan Hier zijn de Van Rossums met de inbreng van Sis. 48 afleveringen lang heeft ze dit programma gemaakt met een opmerkelijke combinatie van ergernis en genoegen. Oh, daar komt ze aan, hè? Door haar unieke bijdrage is de serie uitgegroeid tot een succes. Kom on, boys. Oké. We gaan. Aha. Ha. Kijk eens, jongens, een deur die voor mij open gaat. Ja. Waar gaan we heen? Kroonluchter. Oh, de Kaarsenkroon. Kroonluchter, Vincent. Waar is dat schilderij? Oh, het hangt boven de deur. Heb ik dat hele stuk voor Jan Lul gelopen? Hé, naar rechts. Kijk eens, Sis. Wat we hebben erachter. Komt er nog wat van? Ja, joh. Ja, zeg. Ga anders maar in de kantine koffie drinken. We willen beginnen, Maarten. Waar gaan we beginnen? We staan al 10 minuten te wachten. Ik weet niet of jullie het in de gaten hebben. Nee, wij worden echt niet gewaarschuwd. Ja. Zijn we begonnen? Ja, we hebben geen centje. Ja, ik halverwege. Ja, god. Zal ik losbarsten? Doe maar, ja. Dat touw was vaak dun en dan flikkerde dus dat viel dus dat beeld. Het is zo prachtig. Dat stadhuis is lachwekkend met die BH eraan. Dat is niet zomaar een prutsertje die daar aan het werk is, duidelijk. Heeft u nog vragen, Vincent? Of heb je niet geluisterd? Wel. Waarom vindt ze is lesgeven leuk? Omdat ze diep nee, in haar ziel ik preek niks. Een amateurdominee studenten. Is. Er is een verschil tussen preken en gewoon uitleggen hoe dingen in elkaar zitten. Nou, Maarten, kijk eens wat ik voor je heb meegemaakt. Zo de juw aan een zak, zeg. Fantastisch. Als je goed kijkt, dan zie je ook dat het gewoon een heel stuk bij mij weten is Münster zelfs nog in de laatste maanden voor de capitulatie enorm te pakken. Loze voorgevel. Ik was nog helemaal niet klaar met mijn verhaal. Oh, jeetje. Ja, nee, jij interpreteert. Dus... Oh, ze waren allemaal al dood, toch? Wel, nee. De horizontale staat voor het vrouwelijke. De verticale voor het man. Het wordt nog erger. Maar goed, we hebben daarna omdat de SRV. Omdat je totaal niet ziet dat daarna het hele verschijnsel weer terug is. Sorry, maak het af, fijn, dank je. Ik hou ermee op. De groeten, ik doe het niet meer. Nou, kom op. Dan nemen jullie het me over, ik verrek het. Je krijgt werkelijk schoon op van die dingen. Donder op met die dingen. Knop, 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 knop. Nee, u moet even wegblijven, want anders moet het al erover. Jawel, het komt er gewoon op. By the way, ik wil nog even iets zeggen. By the way. Ja, dat vind ik zo erg, by the way. Zeg alleen proleten. Komen ze daar? Even opschieten met deze voet. Ik heb nog een heel leuk punt vergeten. Dat... Ik moet echt naar de wc, jongens. Ik ga nu even weg. Ze gaat naar de wc. Dus wacht even met je leuke punt, want dat kan ik ook nog meenemen. Ik zit aan dat lampje te denken in de synagoge. Ja. We moeten verder. Je hebt een lichtje. Ja, het klinkt nu misschien pathetisch, maar ik vond het prachtig. We hebben een lichtje gekregen en dat moet je brandend houden.